Een hele goede avond. Mijn naam is Laurens Simoens. Ik zit in groepje 8 van het didactisch atelier adolescenten en we hebben de schoolse ontwikkeling gekregen. Ik vind het belangrijk dat elke leerling altijd en de juiste begeleiding kan krijgen binnen zijn of haar ontwikkeling, zowel op vlak van studiekeuzes, studiemethodes en het klaarmaken voor het verdere leven. Daarom zou ik ervoor kiezen om de klassen iets meer op te splitsen en hervormen zodat leerlingen met meerdere verschillende personen in contact komen. Ook bijvoorbeeld als men naar een schoolbeurs gaat, zou ik ervoor opteren om de leerlingen op te splitsen. Dat je niet altijd bij je vriendjes of je vriendinnetjes zit, want ik denk dat er daar heel veel beïnvloed wordt. Als ik met mijn vriendje terug in de tijd denk, dan weet ik dat ik altijd mee ging doen met hem of hij met mij. En dat we zo elkaar konden beïnvloeden. En zeker als het over iets gaat zoals studiekeuzes, kan dit toch belangrijk zijn. Zo worden ze niet meer gestuurd als ze met iedereen overeenkomen of als ze met iedereen samen iets doen, worden ze minder of niet meer gestuurd door hun vrienden. Ten tweede zou ik iets meer aandacht besteden aan verschillende studiemethodes en dus ook aan andere opdrachten geven dan het gewone huiswerk die iedereen kent. Bijvoorbeeld als men een woordenlijst moet leren, zou ik het de ene dag online doen, de andere dag gewoon via het boek. Dan zou je een woordspin kunnen laten maken, zodat iedereen verschillende studiemethodes leert kennen en tot we aan de vrijdag komen waar men zelf dan een kleine reflectie houdt en dat de leerkracht ook kan observeren wie bij welke studiemethode zich het best voelt. Dit zal volgens mij ook zeer veel helpen met het verdere verloop van opdrachten maken, individueel dan, zelfstandige opdrachten maken. Omdat je meerdere studiemethodes hebt, kan je ze ook makkelijker gebruiken en kan je makkelijker inzien waar welke past. Hiervoor heb je natuurlijk ook de leerkracht die een klein duwtje in de rug kan geven, maar dat ze toch zelf weten welke studiemethodes bij wat past. Tot slot zou ik iets vaker spreken met de leerlingen, al is het maar een kleine 5 minuutjes na de les. Praten over het leven, wat er speelt in de actualiteit en hoe de leerlingen zich hierbij voelen. Zo kan ik een kleine inzicht krijgen in hun leefwereld en hoe zij alles zien. En kan ik daar misschien een jaarlijkse enquête over houden, over hoe men het leven allemaal ziet. En zo kan ik dit in de les betrekken en kan ik hun een beter beeld geven over het verdere leven, individueel en ook het schoolleven. Ik vind het belangrijk dat er daar een mix kan tussen gevonden worden, dus vandaar. De externe begeleiders van de leerlingen spelen ook een grote rol in de ontwikkeling. Ik vind dat het systeem van CLB een grote meerwaarde is voor de schoolsontwikkeling. Maar ik vind ook dat we grondiger de problemen moeten achterhalen die een moeilijker ontwikkeling teweeg zouden brengen. Er is betere communicatie nodig tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en externe begeleiders. Waarom organiseren we niet 1 of 2 keer per jaar een vergadermoment met al deze 4 partijen en praten we daar samen over wat het beste is voor de leerling? Als je alle partijen betrekt, is de kans groter dat je bij de juiste conclusie komt. Als de leerling bijvoorbeeld slechter zou presteren op school, kunnen we achterhalen waar dit aan ligt. Misschien is de thuissituatie niet zo goed. Misschien heeft het kind een leerstoornis. Misschien voelt het kind zich niet zo goed op school. Misschien heeft de leerkracht de leerstof niet op een duidelijke manier overgebracht. Om te weten waar het probleem precies ligt, is een goede communicatie dus van elementair belang. Daarna kan de juiste oplossing gekozen worden. In het algemeen vind ik het belangrijk bij de schoolse ontwikkeling dat de leerling zichzelf kan zijn en zich ook bewust is van zijn sterkere punten, maar ook zijn zwakkere punten kent. Als de leerling weet waar hij sterk in is, kan hij een gepaste carrière kiezen die gepaard gaat met zijn eigen persoonlijke sterktes. Dat zorgt ervoor dat hij zich competent voelt en maakt hem daarna ook gelukkig. Een goede begeleide schoolse ontwikkeling zorgt ervoor dat de adolescent zich goed voelt binnen de schoolmuren, maar later zich ook vooral goed voelt in zijn leven